Ja, welkom. Ja. Hugo Buijzen. En wat doe je hier? Bestuursled van Amalia Gaarde, een appartementencomplex. Met de technische commissie zijn we bezig geweest om allerlei plannen te maken. En uiteindelijk werd het toch wel uitgebreider en hadden we hulp nodig. Ja. Zowel technische hulp als het plaatje van de financiering. Ja. Nou mooi, kunnen we wat zien? Ja, dat is prima. Kom, dan gaan we. Ja, oké. Vanuit de bouwkeet gaan we naar dit pand. Het nieuwe dak krijgt een isolatiewaarde van 6 en dat is nu 2,3. In het verleden hielden we baren op temperatuur en met het nieuwe dak is het zo geïsoleerd dat we daar geen verlies meer hebben van warmte. En alle 63 appartementen worden voorzien van nieuwe kozijnen, nieuwe deuren naar de balkon. En met een glas erin, HR++. En dat betekent de meest duurzame glassoort die je in zo'n soort appartementcomplex kunt gebruiken. Maar dat kost al wat. Ja, dat klopt. Dat was best wel een langdurig struikelblok van hoe gaan we dit aanpakken als vereniging van eigenaren. Meestal zijn eigenaren dan toch niet zo dat servicekosten omhoog of investeringen. Ja. Hoe zit het hier? Nou, dat grappig dat u die vraag stelt, maar het uitgangspunt is dat de servicekosten gelijk blijven en dat we enorme uitgaven gaan doen. En dat kan niet anders dan dat je daar een handige financier voor vindt, en dat is in dit geval de overheid, die het verduurzamen van de vereniging van eigenaren, van grote complexen, wil bevorderen. En daardoor garant staat voor een fonds, vanuit het duurzaamheidsfonds, en dan kan je in dit geval ruim 1,5 miljoen lenen, wat je als een soort hypotheek in de komende 15 jaar afbetaalt. En subsidies. Subsidies op glas onder andere, de zonnepanelen die op het dak komen. Jeetje. Dus we zijn straks helemaal zelfvoorzienend. Nou, we gaan eens even kijken. Oké. Wat vind jij het meest interessant om te laten zien? Er is een proefwoning, alleen daar moeten we even overleggen, want de eigenaresse die weet dat niet. Oh. En die slaapt altijd tussen 1 en 3. Oh, beter is dat we het dak op gaan. Daar gaan we het dak op met Hugo. Ja. Het dak op met Hugo. Het is wat. Dan doe ik weer een jas aan. Wacht even. Dus. Ik word het hier later. Nou, dat wordt nog een hele onderneming zo met mijn camera. En, ja. Zijn we wel verzekerd trouwens, Hugo? Nou, je bent wel snel, hè? Ja, we gaan regelmatig even kijken hoe het er bovenuit ziet. Ja. Ja. Nou, oké, weer verder. Nou, daar zijn we dan. Jeetje, wat een indrukwekkend. Nou, welkom op de, voor ons bijna de bovenkant van de wereld. Ja. Schitterend uitzicht over een heel mooi gedeelte van Baren. De watertoren daar, Paaskerk. Ja, het is ontzettend leuk gelegen complex hier. Maar ook dure woningen worden dat? Duur of duurzaam. Ik denk dat duurzaam het betere woord is. Ja. Want daar gaan we voor. Precies, ja. Heb je iets met de duurzaamheid? Jazeker. Ik denk dat het belangrijk is dat we, net zoals nu de zon schijnt, dat we het omzetten in onze behoefte aan elektra. We hebben twee liften in het pand, die verbruiken natuurlijk wat, alhoewel we die ook alweer verduurzaamd hebben. En wat doet Jan hier eigenlijk? Jan die begeleidt ons. Ja. Er is natuurlijk een behoorlijk veel coördinatie met het bouwbedrijf en wat wij graag als bestuur gerealiseerd willen hebben. Wat we met elkaar afgesproken hebben. Het is eigenlijk een stukje technische kennis in huis halen, wat vaak een VVE niet allemaal in huis heeft. En toch ook wel ontzorgen. Ja, waarin? In ieder geval zorgen dat de communicatie tussen degene die het maakt, de aannemer, en de VVE goed verloopt. Dat er technisch dingen gemaakt worden die ook kloppen en in de begroting staan. Dus het nakijken van wat we afgesproken hebben, wordt dat ook gemaakt. En de kwaliteit die dan daarbij hoort. Als er meer werk of dergelijke is, dat men zich afvraagt of dat wel echt nodig is. Of, ja. Ja.
En daar ben ik dan eigenlijk voor om te zeggen van, ik ben eigenlijk de bouwkundige kennis aan de kant van de VVE. Maar heb jij ook iets met duurzaamheid of is het voor jouw business? Ja, wij zijn toch ook wel druk met de duurzaamheid, want ja, het speelt bij alles en iedereen eigenlijk tegenwoordig. Dat is toch wel belangrijk. Gisteren ook wel op het nieuws, hè? Op het journaal, klimaatveranderingen gaan harder dan we denken. Ja, ja. Is er nog hoop? Ja, en je kan het wel negeren allemaal, maar ik denk wel dat we met z'n allen er iets aan moeten doen. Ja. Dus is ja, ik ben daar wel voor. Is dit voldoende? Nou, voldoende, het kan altijd meer, maar als je nou kijkt naar de leeftijd van het gebouw en wat we hier aan het doen zijn, dan denk ik wel dat we hier het maximale aan het doen zijn. Is het niet beter om dan te slopen en opnieuw te bouwen? Nou, soms is dat zo, ja. 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 Want je kan heel erg je best doen op bepaalde onderdelen om daar een hele hoge isolatiewaarde te treffen, maar als je dan onderdelen hebt als in een gevel waar dat niet lukt, ja, dan is het een beetje met een dikke winterjas met je rits open. Ja, uiteindelijk zijn we voordeliger uit door het nu in één keer te realiseren. Want met zo'n duurzaamheidsfonds betaal je een heel klein beetje rente en de aflossing betalen wij uit de servicekosten. Dus daardoor zijn we eigenlijk in de komende 15 jaar hebben we een lineaire financiering. Dat is mooi. En wat levert het op aan de andere kant? Het levert op dat we in de toekomst heel veel zaken zoals schilderwerk niet meer hoeven te doen vanwege de kunststof kozijnen. Dat we veel energiearmer de toekomst ingaan. We hebben echt wel gekozen voor een proefwoning omdat hier 63 appartementen zijn met bijna allemaal dezelfde situatie. En de proefwoning is eigenlijk bedoeld om te kijken van oké, als we die kozijnen gaan vervangen, dus de bestaande eruit en nieuwe erin, hoe gaat dat dan? Wat komen we tegen? Zijn er nog dingen onvoorzien die we aan moeten pakken? En tegelijkertijd kijken hoe het in de bewoonde situatie, want we gaan het natuurlijk allemaal in een bewoonde situatie doen. Wat daar eventueel voor overlast van is en moeten we daarin bijschakelen of dingen anders doen. En we zijn in ieder geval voor de komende 25 jaar onder de pan, letterlijk. Ja, geen pannendak, maar wel een plat dak. Ja, ja, ja. Met die zonnepanelen erop. Maar oude bewoners, maken die het allemaal nog wel mee dan? Nee, maar die hebben er nu plezier van. Ja. Want als ze dat gefaseerd hadden gedaan in 15 jaar, ja, dan krijg je ieder jaar wat. En nu hebben ze in één keer iets voor elkaar. Ja, precies, ja. Ben je wel blij met het project? Je kijkt niet zo heel blij. Maar... Ja, nou, maar komt een beetje het zonnetje, denk ik. Ja? Ja. Je bent toe aan het weekend. Ja, ook dat. Ook dat, ja. Ja. Het is best een drukke tijd. Ja, meen je dat? Ja. Zeg eens dan, het is niet te geloven zo druk. Ik heb het nog niet, ik ben nu 32 jaar zelfstandig. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. En toch ben je een beetje half aan het werven natuurlijk. En niet zozeer direct voor jouw bedrijf, maar wel voor klimaat, duurzaamheid. Ja, nou ja, dat is eigenlijk toch ook wel niet zozeer eigenlijk inderdaad weer commercieel om werk te krijgen doe ik dit. Maar wel om de verduurzaming of het verduurzamen te promoten. Dat is eigenlijk de reden. We moeten met z'n allen zorgen dat dit land van de fossiele brandstoffen afkomt. Daar ben ik eigenlijk echt van overtuigd. Wij zijn een generatie die zoveel massa heeft gehad. Je moet ook wel denken aan de volgende, hoor.